naast de krachtworkout gaan we natuurlijk ook een cardio workout doen. Dat wordt een high intensity cardio workout. We gaan straks 45 seconden werken en we hebben 15 seconden rust. We gaan een step gebruiken. Als je die niet hebt, kun je ook de onderste treden van de trap gebruiken. Of je kan die hele step helemaal aan de kant leggen, want elke oefening kan ook zonder step. Nou, ik hoop dat jullie er zin in hebben en er klaar voor zijn. En dan kunnen we aan de bak. We beginnen met deze. Op en af de step. Alright, 45 seconden. Daar gaan we. 3, 2, 1, go. Yes. Met een hoog tempo en een hoge trap naar achter. Force naar cool down. Juist, hou die ellebogen voor je tempo. En als je hem heel strak houdt, pak je meteen je armen mee. Hou het tempo hoog. Met één voet en dan de tweede voet start je met de andere voet. Nou, dat was de eerste oefening. Tweede is deze. Van de zijkant kan je hem ook zo doen. Zet de om en om één voet erop. Met de landing is gelijk. Stop. Weer die armen mee. Blijf je goed rechtop in je bovenlijf. Maak lang. Heel kort aan de grond. Blijven opstrekken. Hou het vast. Zak niet weg in de tempo. Kijk wat je kan doen. Het is maar 45 seconden. Alright. Gaan we een step draaien. We zetten de handen op de step of op de grond. En we gaan voor een frog jump. Je knieën tot onder je heupen. Terug naar een plank. Knieën tot plank. Dus als je te ver naar voren gaat met je knie, dan wordt die te makkelijk. En als je te ver naar achter blijft ook, dus strak onder die heupen. Komt je eerst schouders boven je handen te houden. We komen zo strak mogelijk. Dit ga je voelen in je bovenbuik en je buik. En waarschijnlijk ook je bovenbenen. En hou je tempo weer vast, alright. We zetten mijn step zo neer. Of bij een trap. Zijwaarts gaan staan. En in je knie omhoog. Squat, knie. Squat, knie. Laag, op. Breng je armen mee. Blijf naar voren kijken. Je knie gaat recht omhoog. Leg je bovenlijf op. Zo hoog mogelijk met je knie. En blijf laag, stappen met je billen. Blijf die diepte zoeken. Alright, nu moeten we natuurlijk ook de andere kant doen. Zet je voet goed in het midden van die step. Heel veel tijd om op adem te komen. We beginnen weer met een diepe squat. Diep op. En voilà, stappen. Explosief omhoog. Span die buikspieren aan. Step
Zeker. Hou dit vast. Dank voor jullie inzet en heel veel succes met deze workout.